Lou, ons kind. De buren aan de overzijde hebben rondgebazuind dat er bij wasserij Volen Joden verborgen zit. Jongens, het is hier fout. Nu komt voor ons het onderduikersleven in aanmerking. Als Nettie verstopt moet worden, dan geven jullie haar maar bij mij in bewaring. Het afscheid van ons alles, ons enig kind, is gekomen. Lou Wolf is 24 als hij schrijft dat het beestmens Hitler als brutale indringer ons land is binnengerukt. Lou is slager, getrouwd met Selma en hun kindje Nettie is dan net geboren. ...23 augustus word ik met mijn gezin opgeroepen voor het schrikbarende transport naar Duitsland, waar men dan zogenaamd in de provincie Silesië te werk zal worden gesteld. Het is zaterdagmorgen 8:30... wanneer ik per aantekening de oproep ontvang. Ik stoor me niet aan de tijd en ga een weg zoeken om uit de moffenhel te blijven. Het lukt mij door krachtdadige bijstand van een lid van de Joodse Raad een aanbeveling te krijgen waarin staat dat ik als slager met een groot klantenregion onmisbaar ben en dat ik tevens belast ben met een gedeeltelijke distributie van vlees. Maar ik ben nog lang niet aan het einde van deze passage van anderhalve dag uitgestane doodsangst. Door een kennis die ook een baantje bij de expositeur heeft, een onderdeel van de Joodse Raad, krijg ik een volgens hem geschikt persoon aangewezen die de gevallen van de opgeroepenen met speciale aandacht behandelt. Nu gaat het erom. De dag spoedt een einde en als niets meer lukt moet ik mij gaan aanmelden bij de moffe beulen op het aangelegen plein. Er gaat op dat moment wat in mij om. Het is net of ik in de beklaagde bank zit en mijn vonnis zelf bepleit. Ik wend het gesprek geheel af van het hoofddoel, om de man maar in zijn zwakke plek te raken, waarbij ik alleen maar zijn sympathie wil winnen. Met alle kracht die in mij is, ik moet het stempeltje gesperd met zijn handtekening eronder hebben. Tot ergernis van de mensen die na mij aan de beurt zijn, praat ik tot in het oneindige door. Totdat ik eindelijk te horen krijg dat hij mij 90% kans geeft, maar ik moet geduld hebben tot de volgende dag. In die tussentijd zal hij dan met zijn chef over mijn geval gesproken hebben. Slapeloos breng ik de nacht door, waarbij ik aldoor ligt te denken aan een mislukken om dan toch met alle middelen die mij ten dienste staan proberen vrij te komen. Zondags 9:00, maar dan ook precies om 9:00, ga ik de kamer binnen van de man die mijn leven op dat moment in zijn handen heeft. Oh ja, meneer, ik heb er met mijn chef over gesproken. Ik acht het beter dat u zelf naar hem toe gaat. Nee, denk ik. Ik had zo terloops uit het gesprek wel opgemerkt dat er toch wel een zekere goodwill voor nodig is om te slagen. Ach, dat lijkt mij nu niet zo geschikt, antwoord ik. Ik begrijp wel dat ook hij de beslissing kan nemen. Ik ben aan het bomen en het bomen om maar zijn poot op papier te krijgen, wat ik al niet voorwend. Het gaat hier niet meer of minder om ons leven. En als ik daar weer aan denk tijdens het gesprek, dan krijg ik weer alle kracht in me om door dik en dun alles te bewegen. Het moet en het zal lukken. En ja, daar neemt hij de oproep, plaatst een handtekening met de stempel eronder en deponeert dat vervolgens in het vak van de vrijgestelde. Met tranen in de ogen bedank ik hem. Wat dat voor een vreugde is, is voor een ieder die dit leest en zelf niet weet in wat van rotte toestand wij jaren hebben geleefd, niet in te denken. Ik heb dus met vrouw en kind de toestemming. Al is het dan maar voorlopig, in eigen huis en stad te mogen leven. Het aardse slijk gunt de Joden geen rust. Ze zijn onuitputtelijk in het bedenken van kwaadlustige tirannie. De Joden verschrompelen bij de dag onder dit lijden. Het valt moeilijk voor te stellen dat als je als vrij mens op aarde loopt, je iedere avond en nacht de kans loopt van huis gesleurd te worden en naar Duitsland de hel van het mensdom te worden verbannen. Nu komt voor ons het onderduikersleven in aanmerking. Als een wonder komt voor Nettie een verzorging, welke misschien zijn gelijke, maar niet 1, 2, 3 te vinden is. Het is het vorige dienstmeisje van mevrouw Van Veen die wij alleen van goeiedag zeggen kennen. En die wel eens heeft gezegd, als Nettie verstopt moet worden, dan geven jullie haar maar bij mij in bewaring. Een pak van ons hart te weten dat ons enig schatje uit de moorddadige klauwen van het moffenbeest zal blijven.
Bij de familie van Veen zijn we alle tezamen om ons kind in de lieve en vertrouwde handen van haar pseudomama te geven. Op het moment dat ik dit betitel als overdracht omdat ik niks beters weet, zijn we ons niet ten volle bewust van wat er gaat gebeuren. We hebben de afgelopen maanden zoveel te verwerken gehad dat het niet genoeg tot ons doordringt. En wij misschien ook de kracht missen om diep na te denken. Het afscheid van ons alles, ons enig kind, met haar bovenmenselijke lieve verzorgster, is gekomen. En gaat gepaard met een regen van tranen van weerskanten. Ongeveer om 8:00 komen wij op het onderduikadres aan. Een vreemd gevoel bevangt je dan wel op zo'n moment als je erbij bedenkt op welke wijze je je leven voort gaat zetten. Wij moeten ons tegen onze zenuwen kanten en ons sterken. De zaken aanvaarden zo ze komen. We hebben eenmaal aangezegd en we hebben samen afgesproken dat we alles zullen doorzetten om ook zet te halen. Wat inhoudt gezond en wel onze naasten in vrijheid en vrede terug te zien. Een ontzettend bericht komt onze Volmer ons brengen. Vrijdag 5 maart 1943 zijn mijn ouders van huis gehaald. Jongens, het is hier fout. De buren aan de overzijde hebben rondgebazuind dat er bij wasserij Volen Joden verborgen zitten. Wat er in ons omgaat, is niet te beschrijven. Het bericht dat onze lieve ouders van huis gehaald zijn en nu op de koop toe ons rustig ondergronds woonadres onveilig gemaakt door een bezeten burenfamilie die iets geroken heeft en daar een slaatje uit wil slaan. Ik ben die avond mijn zelfbeheersing kwijt. Ik heb ook het ergste te verwerken wat me te wachten stond en waar we al die tijd met angst voor waakten. De tranen stromen met straaltjes langs de wangen. Zo moet ik het nieuwe adres betreden. Alles wat om mij heen gebeurt, heb ik niet de minste interesse voor. Alleen mijn ouders spelen door mijn hoofd. Nu in één greep zijn ze mij ontnomen. Doorgestuurd naar de barbaarse hel van het vuile, gemene, zieke, rotte Duitsland. Ik ben er maanden van uit mijn evenwicht. Lou! Nettie is er! Ons kind! 2 jaar, 1 maand en 16 dagen hebben we ons eigen kindje niet gezien. Nu, geheel onverwacht, staat zij daar voor ons. Met Klaar, onze lieve vriendin, haar pseudomama. Met een plantje in haar handjes komt Nettie haar ouders opzoeken. Het water dat uit ons vloeit is voldoende om de beeldige primula te besproeien. Het kind weet niet waar ze voor staat. Om haar heen alleen maar huilende mensen. Geen wonder, welk een treurige achtergrond heeft dit al. Klaar, nog een rap van tong, geeft een enorm goed verslag van de gemiste groeijaren van Nettie. En wat een jaren. Is dat nu ons kindje, ons eigen stukje vlees? Het komt ons na zo'n lange tijd toch zo vreemd voor. In die 2 jaren is ze zo veranderd. Wat een gekke boeren zijn die toch, hè? Spreek ik tot haar met tranen in de ogen. En het kind kijkt verwonderd naar mij. Jo, ik ben zo verkouden. Het water loopt mij uit de ogen. Is mijn excuus om haar niet te veel onder de indruk te brengen en haar gevoel niet te verwarren. Wel heeft ze permissie van haar pseudomama gekregen dat wanneer ze de boeren erg lief vindt, ze papa en mama tegen ze mag zeggen. Het valt o zo moeilijk onder woorden te brengen wat deze dag voor ons is. Dat Duitsland reddeloos verloren is, wordt met de dag duidelijker. Iets waarnaar we jaren verlangden. En wat nu werkelijkheid schijnt te worden. Hier ligt immers een vrij leven voor miljoenen mensen in opgesloten. En ons leven? Wij durven nauwelijks aan een vrij leven te denken. Zal het nog eens komen dat we weer vrij kunnen ademhalen? Zal het nog eens gebeuren dat we weer als medemensen in de maatschappij kunnen leven? De antisemitische horden, storten zij gelijk met het Derde Rijk in één? De vrijheidsberovers gaan te gronden. Dat heb je nu van mensen met grote monden. Joden zeggen langer goed Shabbos dan de nazi's. Heil Hitler. Thank you.
vinden! Ik werk in Polen in de buurt van Auschwitz. Ik heb belangrijke informatie voor de heer Cohen over de situatie. Al dit gekonkel om uitstel te krijgen. Hiermee komt u langs de bewakers. Dat ze die Joden wegbrengen om Jaap te slachten.